Welkom bij Verde, een stretchroutine voor een sterk, lenig en stressvrij lichaam. Leg de mat tegen de muur en kom in kniezit en adem naar je buik. Laten we starten met het losmaken van de polsen. Handen bijeen en maak een cirkelbeweging vanuit je polsen. En wissel van richting. Onderarmen stretchen. Plaats je handen op de vloer, vingertoppen wijzen naar je toe en strek uit. Tot je een lichte rek voelt in je voorarmen. Het mag geen pijn doen. Zorg dat je niet overstrekt. Hou vast. Laat los en schud je polsen uit. Herneem de oefening, maar nu met de handruggen op de vloer. Onderarmen en polsen stretchen. Schud uit. Schouderrol naar achteren. Til je armen omhoog, over het hoofd voor een tricep stretch. Buig de armen en neem je rechter elleboog vast. Een wissel van arm. Ontspan, armen zijwaarts omlaag en ga in de neerwaartse hond. Duw op een uitademing de heupen naar achter en omhoog, tot je lichaam een omgekeerde V vormt. Duw je handen zo goed mogelijk in de grond. Houd je benen al dan niet gebogen. Breng vanuit de hond je gewicht naar voren in de plank. Laten we deze twee bewegingen combineren in de hond en in de plank. Adem uit, hond. Omgekeerde V. Adem in, rol op. Rol uit in de plank. Herhaal de oefeningen op het ritme van je ademhaling. Adem in, rol uit in de plank. Adem uit, omgekeerde V. Laten we vervolgens de plank 30 seconden aanhouden. Plank, polsen recht onder je schouders, schouderbladen omlaag, zonder je armen te buigen, buik, bovenbenen en billen aangespannen. Trek je stuitje richting van de hielen, zodat je een rechte lijn vormt en niet inzakt. En adem rustig door. Ga terug in de hond, omgekeerde V. Duw je handen zo mogelijk in de grond, zodat je je lichaam verlengt en de hele rug activeert. Hou vast. Zijwaartse plank. Breng vanuit de hond je gewicht naar voren in de plank. Zet vanuit de plank je linkerhand in het midden van de mat. Draai naar de rechterkant. Leg je benen op elkaar en strek gelijk je rechterarm omhoog in een T-houding.
Ga verder in de wielvariant. Zet je rechtervoet achter je linkerbeen en je linkervoet op heupbreedte naast je rechtervoet. Draai en duw beide voeten in de grond en til je heupen hoog op door je billen aan te spannen. En beweeg je arm verder over het hoofd naast je oor. Houd even vast en blijf ademen. Indien deze oefening ongemakkelijk aanvoelt, doe dan de brug. Ga in ruglig, benen gebogen en til je heupen op. Laat los en ga terug naar de neerwaartse hand. Adem en ontspan. Laten we dit herhalen aan de andere kant. Ga terug naar de plank. Zet vanuit de plank je rechterhand in het midden van de mat. Draai naar de linkerkant. Leg je benen op elkaar. En strek gelijk je linkerarm omhoog in een T-houding. Het wielvariant. Vervang deze oefening door de brug als het niet prettig aanvoelt. Zet je linkervoet achter je rechterbeen en je rechtervoet op heupbreedte naast je linkervoet. Draai je romp en duw beide voeten in de grond en til je heupen hoog op. Strek je linkerarm over het hoofd naast je oor. Voel het verschil met de andere kant. De ene kant is al wat leniger, sterker dan de andere kant. Blijf en adem. Hou vast. Laat los en ga terug in de neerwaartse hand. Ontspan en rust uit. Adem. Laat je knieën naar de vloer zakken en ga gelijk in kniezit. Maak cirkelbeweging met je polsen. Maak je polsen los, maak een cirkelbeweging. Handen bijeen en maak een cirkelbeweging vanuit je polsen. En wissel van richting. Laten we eindigen in de krokodil. Lig lang uit op je buik en laat je voorhoofd rusten op je handen. Open je benen en laat je hielen naar buiten vallen. De krokodil. Geef je lichaam rust, zodat de ervaringen kunnen bezinken. Richt je aandacht op je lichaam en haal rustig adem. Laat je hele lichaam los en ontspan verder in stilte. Adem. Blijf zo lang als nodig in de houding. Namaste. Tot de volgende. Dag.